Nog even een kleine kwestie in de vergelijking van de rabbijnse traditie met Calvijn. Genesis 11, vers 28. En Haran stierf in het bijzijn van zijn vader Terach. Dat is de standaardvertaling, dat is ook de betekenis van de tekst, zoals bijvoorbeeld Rashi die aangeeft. Kijk maar hier. Al pene Terach aviv, in de presentie van, ja, tegenover het aangezicht van zijn vader Terach. Dat betekent, zegt Rashi, tijdens het leven van zijn vader, en zo wordt dat ook door de Midrash in eerste instantie neergezet. Maar het is in de Midrash de aanleiding voor een heel vrij verhaal, en dat loopt dan als volgt. De commentator Rashi citeert dan de Midrash en komt dan tot het volgende. De Midrashische uitleg is dat hij stierf door zijn vader. Dus alpene, niet tegenover het aangezicht van, maar vanwege de aanwezigheid of vanwege zijn vader. Want Terach beschuldigde zijn zoon Abraham tegenover Nimrod dat hij zijn afgoden in stukken had geslagen en hij wierp hem in een vurige oven. Haran wachtte en zei tegen zichzelf, als Abraham zegeviert zal ik aan zijn kant staan. Als Nimrod wint zal ik aan de zijne staan. Toen Abraham gered was, zeiden ze tot Haran, aan wiens kant sta je? Haran antwoordde, ik sta aan de kant van Abraham. Ze wierpen hem daarom in de vurige oven en hij werd verbrand tot de dood. Zo geeft Rashi die Midrash weer. Midrash zelf, de Midrash Rabbah, geeft het nog wat uitgebreider. Hier nog even de laatste uitspraak van Rashi. Hierop zinspeelt ook de naam van de plaats Ur Kasdim, omdat dat gelezen kan worden als vuur van de Chaldeeën. En daar wordt protest tegen aangetekend, want Ur betekent gewoon een dal, zoals in Jesaja 24 of in Jesaja 11. Elk gat of diepe spleet kan Ur worden genoemd. Nou, dit is de Midrash Rabbah. En dit is dit aardige verhaal. Rabbi Gia zei, Terach was een fabrikant van afgodsbeelden. En hij had ook een winkeltje, daar kon je die afgodsbeelden kopen. Hij ging eens ergens heen en liet Abraham achter om ze in zijn plaats te verkopen. Een man kwam binnen en wilde er een kopen. Hoe oud bent u? Vroeg Abraham aan de man. 50 jaar oud, zei hij. Wee zo'n man die 50 jaar oud is en een dag oud voorwerp wil aanbidden, zei Abraham. Nou, een enorme actualisering natuurlijk van een mogelijke geschiedenis. Het is geplaatst in Ur der Chaldeeën. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het zo gelopen zou zijn. Maar het verhaal wil duidelijk maken dat Abraham van meet af aan wist dat hij alleen maar met de Heere God te maken had. Dat verhaal vult dus een lacune. De vraag namelijk hoe het kan dat Abraham, die opgevoed is in Ur der Chaldeeën, dus komt uit een plaats waar afgoderij heel gewoon is, dat van hem gezegd kan worden dat hij de stem van de Heere God hoort en dan onmiddellijk besluit om die stem te gaan gehoorzamen. Hoe weet hij dan dat dit niet een God is, maar de God en dat alle andere goden afgoden zijn? Dat moet Abraham al geweten hebben wanneer hij geroepen wordt. Nou ja, en wanneer wordt hij geroepen? Hij wordt geroepen in Ur der Chaldeeën en die roeping herhaalt zich dan in de stad Charan, waar Terach uiteindelijk belandt en Terach die zal dan ook niet verder trekken, maar Abraham dan wel. Ja, maar hoe weet Abraham dan dat hij deze God gehoorzamen moet? Het verhaal vult die lacune dus in, beantwoordt die vraag, hoe weet Abraham dan van deze God af? Bij een andere gelegenheid kwam een vrouw binnen met een schotel meel en verzocht hem, neem dit en offer het hun. Dus nam hij een stok en brak ze en stak de stok in de hand van de grootste. Brak ze betekent dus, hij brak al die afgodsbeelden. Hij sloeg al die afgodsbeelden kapot. Hij gaf toen de stok in de hand van de grootste. Toen zijn vader terugkwam vroeg hij, wat heb je met hen gedaan? En dan zegt Abraham fijntjes, ik kan het niet voor u verbergen. Een vrouw kwam met een fijne maaltijd en verzocht mij die aan hen aan te bieden. De ene beweerde, ik moet eerst eten, terwijl de andere beweerde, ik moet eerst eten.
Daarop stond de grootste op, nam de stok en brak hen. En zo zou het gekomen zijn dat alle afgodsbeelden in elkaar zijn geslagen, verpulverd zijn. Waarom maakt u mij belachelijk? Nou, waarom maak jij mij belachelijk? Hebben zij enige kennis, zei Terach? Kunnen die afgodsbeelden dat dan weten, elkaar aanvallen, bewegen? En dan zegt Abraham, moeten uw oren niet horen wat uw mond heeft gezegd? Hè? Besef je niet wat de implicatie is van wat je zegt? Namelijk dat de afgoden helemaal geen werkelijk bestaan hebben. En dan komt de volgende. Daarop greep Terach hem en leverde hem uit aan Nimrod. Nimrod is de legendarische koning van dat Oer der Chaldeeën. Laat ons vuur aanbidden, zei Nimrod. Laat ons liever water aanbidden, dat het vuur dooft, zei Abraham. Laat ons dan water aanbidden, zei Nimrod. Laat ons liever de wolken aanbidden die het water dragen, zei Abraham. Laten we dan de wolken aanbidden, zei Nimrod. Laten we dan de wind aanbidden die de wolken verspreidt, zei Abraham. Laat ons dan de wind aanbidden, zei Nimrod. Laten we de mens aanbidden die tegen de wind bestand is, zei Abraham. Dit is een variant op een verhaal wat vaker en elders verteld wordt over Abraham. Maar dan loopt het uiteindelijk zo ver dat er over die ene God wordt gesproken die al het andere geschapen heeft. Het is een fraaie illustratie dat voor Nimrod datgene wat de hoogste macht lijkt te hebben, ook meteen ook het hoogste goddelijke moet zijn. Vuur wordt gedoofd door water. Water is machtiger, dus moet water worden aanbeden. Op die manier is het steeds een van de hogere machten in de wereld die het voorwerp van aanbidding wordt. Maar dat is een eindeloze reeks die uiteindelijk moet uitkomen in de aanbidding van de mens die dit allemaal bedenkt en die deze afgodsbeelden maakt enzovoort. Korte, maar heldere wijze om het verschil te maken tussen afgoderij en de godsdienst van Israël. Jullie zijn slechts woorden aan het verzamelen en wij zullen niets anders aanbidden dan het vuur, zegt dan deze Nimrod. Zie, ik zal jullie erin werpen en laat jullie God die jullie aanbidden komen en jullie daaruit redden. Haran en Abraham zouden dan beide al een God aanbidden anders dan de afgoden van Oer der Chaldeeën. Nu stond Haran daar besluiteloos. Haran weet niet of hij met de afgoderij moet meegaan vanwege zijn overlevingsdrang, of dat hij zijn geloof op het spel kan zetten door deze beproeving te ondergaan. Als Abraham zegeviert, zegt hij dan ook, zal ik zeggen dat ik aan Abrahams kant sta, terwijl als Nimrod zegeviert, en Abraham dus sterft, ik zal zeggen dat ik aan Nimrods kant sta. Een fraaie illustratie van die aarzelende houding. Ben je nou echt een volgeling van deze God, van de God die hemel en aarde geschapen heeft? Durf je het aan om dat op het spel te zetten of niet? Hier gaat het dus om het verschil tussen de aarzelende Haran en de gelovige Abraham. En dat illustreert dus fraai twee houdingen tegenover de afgoderij van de omgeving. Toen Abraham in de vurige oven afdaalde en gered werd, een verhaal dat natuurlijk indirect aan Daniel ontleend is, vroeg Nimrod hem, van wie ben jij? Dat wil zeggen, aan welke kant sta je? Van Abraham, antwoordde Haran. Daarop greep Nimrod hem en wierp hem in het vuur. Zijn ingewanden werden verschroeid en hij stierf in het bijzijn van zijn vader, die dat heeft twee effecten op de vader gehad. Het eerste is dat hij van zijn afgoderij genas en daarom, wanneer Abraham hem vertelt over de roeping die hij heeft ontvangen, alvast in die richting gaat trekken. Het tweede effect is dat hij nooit over de dood van Haran is heengekomen, zich misschien schuldig heeft gevoeld omdat hij zelf aan die afgoderij had bijgedragen. En ja, die dubbelzinnige houding heeft, want het is door Abrahams houding dat Haran uiteindelijk sterft. En vandaar dat hij waarschijnlijk die stad waar ze belanden, Garan heeft genoemd. Haran, die stevige bergman, die wordt door die vader herdacht, door die aanduiding
Charan, dat is de stad van de scherpte. En dat zou dan de scherpte van de pijn, van de rouw over Charan kunnen zijn. Ik praat nu in de trant van de Midrash. En de Midrash eindigt dan met deze tekst, daarom staat er geschreven, en Charan stierf in de aanwezigheid van zijn vader Terach. Dat Alpene is zo het haakje, is de korte aanwijzing voor het vermelden van deze traditie, van deze anekdote kun je zeggen, of van deze Midrash in ieder geval. Het illustreert dus een aantal fraaie gedachten en het heeft helemaal niet de bedoeling om vast te leggen wat er historisch letterlijk gebeurd zou zijn. Dan krijgen we Calvijn en Charan stierf. Van Charan wordt gezegd dat hij stierf voor het aangezicht van zijn vader, omdat hij zijn vader als overlevende achterliet. Er wordt ook gezegd dat hij stierf in zijn land, dat wil zeggen in Ur. De korte, heldere uitleg van de letterlijke betekenis van de tekst. Maar Calvijn heeft altijd aanleiding om over de Joodse exegese te spreken die hij ongetwijfeld kent. Hij heeft dus bij Rashi gelezen dat de letterlijke betekenis van de tekst precies overeenkomt met wat hij hier zelf zegt. Hij heeft ook bij Rashi het citaat gelezen uit de Midrash. De Joden maken van de eigen naam een naamwoord, dus van Ur Kasdim, die eigen naam van de stad, maken ze een zelfstandig naamwoord, het vuur van de Kasdim. En zeggen dat hij in het vuur stierf. Dat is waar. De Midrash stelt dat ook. Maar door de aanduiding de Joden te gebruiken, wordt geïmpliceerd dat de Joodse of de Rabbijnse uitleg van de tekst alleen maar die Midrash is die door Rashi geciteerd wordt. Hij vergeet te vermelden dat Rashi ook weet wat Calvijn weet, namelijk de letterlijke betekenis van de tekst is dat Terach erbij was en dat Charan stierf en dat we niet precies weten waaraan Charan stierf. Maar hij kan het niet laten om dan juist die Midrash-kant van de interpretatie, hè, die door de commentator Rashi al gerelativeerd wordt, te beschimpen. Want omdat zij ijverig zijn in het verzinnen van fabels. De Joden. Geen onderscheid, geen verschil maken tussen de Midrash en de letterlijke betekenis, de Peshat, zoals Rashi die geeft, maar de Joden. Beweren zij dat hij met zijn broer Abraham door de Chaldeeën in het vuur is gegooid? Dat is een incorrecte weergave trouwens. Ze zijn niet beide in het vuur beland, omdat zij afgoderij schuwden. Dus de fabel wordt geciteerd alsof het een historische pretentie heeft. Maar dat Abraham ontkwam door de standvastigheid van zijn geloof. En Calvijn, die dat historisch wil bekijken en dus ook de Midrash historisch leest, komt dan tot deze afweging. Het 24e hoofdstuk van Jozua, dat ik hierboven heb geciteerd, verklaart openlijk dat deze hele familie niet minder besmet was met afgoderij dan het land zelf. Zeker, dus de Torah zelf of de Tanach zelf in dit verband, verklaart dat Abraham een afgodendienaar was in het oordeel Chaldeeën. Althans, dat kun je uit dat vers in Jozua afleiden. De Midrash kan dus niet historisch correct zijn. Maar ja, dat weet Rashi in feite ook. Ik geef inderdaad toe dat de naam Ur is afgeleid van vuur, terwijl de Midrash dus juist zegt dat zou ook dal kunnen zijn. Het is echter de gewoonte om namen toe te kennen aan steden, het zij vanwege hun ligging, het zij vanwege een bepaalde gebeurtenis. Hier is Calvijn aan het demythologiseren, wil zo dicht mogelijk bij de historisch-grammaticale betekenis komen, en dat is op zich te prijzen, alleen hij heeft helemaal gemist dat Rashi dat dus ook doet. Het is mogelijk dat zij daar het heilige vuur koesterde, of dat de pracht en praal van de zon opvallender was dan het vuur zelf. Zo legt hij uit hoe men misschien aan die naam Ur Kasdim is gekomen. Anderen zullen zeggen dat de stad zo genoemd werd omdat ze in een vallei lag, want de Hebreeën noemen valleien Urim. Ja, anderen, dit is in feite ook wat in de Midrash zelf geciteerd wordt. Dit is gewoon de betekenis van Ur Kasdim. De Midrash spreekt zichzelf dus tegen, zegt niet alleen maar dat Ur vuur kan betekenen, maar heeft het ook over de mogelijkheid van valleien.
Daaraan zou je toch moeten afleiden wat het karakter van die midrash is. Verschillende mogelijkheden naast elkaar zetten. In gesprek zijn over de lacunes in de tekst. Vragen stellen die misschien niet rechtstreeks uit de schrift een antwoord kunnen krijgen. Maar theologische overwegingen daaraan vastkoppelen. Dat is de taak van de midrash. Een vrije exegese met het oog op het imprenten, met het oog op het verkondigen, met het oog op het uitbreiden van ons begrip van de tekst. Maar Calvijn heeft er helemaal geen oren naar. Maar er is geen reden waarom wij ons over een dergelijke zaak druk zouden moeten maken. Calvijns neiging is om te zeggen, alles wat boven die historisch-grammaticale betekenis uitgaat, ja, daar moeten we ons helemaal niet mee bezighouden. Laat het volstaan dat Mozes, die onmiddellijk daarna over het land van Abraham spreekt, verklaart dat het was Oer der Chaldeeën. Calvijn weer een beetje bozig in de richting van die Joodse exegese. Ze doen iets fout. Ze maken van de eigen naam een naamwoord, zoals ze in een vorige passage hun eigen Hebreeuws niet verstaan en niet snappen dat wanneer er staat 120 en 7, dat het Hebreeuws simpelweg 127 bedoelt. Steeds die bozigheid van Calvijn, maar ook een volstrekt onbegrip over de aard van de Midrash. Calvijn zal het misschien kennen in de weergave van Rashi. Maar dan is het hem ook ontgaan dat zelfs Rashi dat verschil maakt. Dit is wat het betekent, zegt Rashi. En zo zou je het in de vorm van een midrash kunnen uitleggen. Wanneer je dat niet begrijpt, wanneer je denkt dat de fabel eigenlijk bedoeld is om een historisch verhaal te geven, historische verklaring te geven, dan mis je de feiten. De midrash probeert antwoord te geven op een onbeantwoorde vraag, onbeantwoord ook eigenlijk door Calvijn. Wanneer is dan Abraham tot het inzicht gekomen dat er maar één God was en dat die ene God tot hem gesproken had en dat die ene God dus zowel voor Terach als voor Abraham de reden is dat ze naar Palestina, naar het westen trekken? Hoe komt het dat ze dan die God geloofd hebben als het waar is wat Calvijn zegt en wat Jozua 24 impliceert, dat Abraham en Terach opgegroeid zijn in die sfeer van de afgoderij? Hoe komt het dan dat Abraham die oproep gelooft? Daar heeft Calvijn geen antwoord op en hij stelt die vraag ook eigenlijk helemaal niet. Wanneer Abraham echter een afgodendienaar is in Oer, is het onbegrijpelijk, zonder nadere invulling, onbegrijpelijk dat hij door de Heere geroepen wordt om naar het land te gaan, dat hij hem wijzen zal, dat de Heere hem wijzen zal. De Midrash, in die hele andere vorm van denken, bevat dus een antwoord op een vraag die door Calvijn niet eens gesteld is. En die vraag is zinvol. En dan toch wordt het niet uitgelegd boven de letterlijke betekenis van de tekst uit, maar het wordt uitgelegd in de vorm van een homilese, in de vorm van een mogelijke interpretatie van datgene wat er niet letterlijk staat. Maar de vraag die gesteld wordt en waar de midrash op antwoordt, is een volkomen legitieme vraag.